Ondanks het wat druilerige weer waren afgelopen vrijdag toch meer dan 100 kinderen met hun ouders naar de brouwer gekomen om hun lampionnen op te halen voor een tochtje langs de etalages van de Moergesterse winkeliers. Een beetje hulp van vader of moeder is natuurlijk nooit weg. En van de organiserende winkeliers, die zorgden voor de lichtjes en natuurlijk voor een stukje uitleg over het spel. Onder die letter staat een nummertje en die moet je hier invullen en dan kun je prijs winnen. En dan kom je straks terug hier naar de disco en dan krijg je iets lekkers te eten en te drinken. Nou, we gaan ons best doen. Ja? Ja. Welke letter hebben jullie gevonden? S. En is er nog iets meer hier? S. De andere dame bij de brillen misschien? De D op? 38. D op 38. We hebben volgende. Waar nog maar even. Ja! Oh. Op 20. Daar ben je. Je doet iets goed. Je maakt wel veel op. 38. 4 en 7. Ik ben knap. Ja. Waar is kapot? Is het helemaal afgestikt? Ja. Mijn bijna. Dit ook. De 2. De F. Pers. Welke letter? Teruggekomen werden er hier en daar nog wat antwoorden overgeschreven en er was Ranja en Chocomel en daarna kinderdisco in de zaal. Eerste kerstdag is het weer zover. Het 4 uur durend radioprogramma Zeven Ballen en een Piek bij MTV Radio. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. Met tijdens deze uitzending de wereldprimeur van de eerste en enige echte interactieve multimediale radioquiz. Die wordt uitgezonden via het radio- en tv-kanaal, maar ook via internet. PC, laptop en smartphone zijn onmisbaar om deel te nemen. Alle hulplijnen zijn toegestaan, dus internet, Wikipedia, etcetera. Maak gebruik van je e-mail en Twitter om mee te doen. Zeven ballen en een piek. Laat zien dat je de ballen hebt en win de piek.